Het grootste zonnepark van Nederland is geopend door koning Willem-Alexander. Gefeliciteerd. Beperkt aantal toeschouwers. Welkom bij de Titi. Flinke kater naar degradatie FC Emmen. En het weer vandaag met Robert Oosting. Dan weer storm en regen en dan weer zonneschijn. Het weer had vandaag twee gezichten. En dan praat ik je zometeen naar Nijswal en mogen bij. Goedenavond. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag Zonnepark Hollandia geopend. Dit park in Nieuwbuinen is het grootste zonnepark van Nederland. Nou, verslaggever Petra Wijnsema, die is in Nieuwbuinen. Ja, Petra, hoe ging dat eraan toe vanmiddag? Nou, de koning die kwam aan om 3:30 en hij liep helemaal van het gebouw van Avitech een paar honderd meter naar de tent waar de opening allemaal plaatsvond. Het was ietsje minder onstuimig dan nu. Er was net een stortbui geweest, maar op het moment dat hij aankwam was het in ieder geval even droog. Nou, hij sprak, of in ieder geval hij kwam in contact met de initiatiefnemers, Solarfield, AVB en Avitech. En zo ongeveer halverwege het bezoek was de officiële openingshandeling. Gefeliciteerd. Ja, Petra, wat is er zo bijzonder aan dit zonnepark? Ja, dit zonnepark is in meerdere opzichten bijzonder. Het is dus het grootste zonnepark, tenminste op dit moment, over een paar maanden al niet meer. 288.000 zonnepanelen, 120 megawatt en dat is goed voor stroom voor 30.000 huishoudens. Nou, het is gebouwd op verhoogde poten, er staat nu meer dan 2 meter water onder. Het is een bassin voor de waterzuivering. En als het in de zomer wat droger staat, dan kunnen hier dan ook gewoon schapen grazen. Wat ook bijzonder is, is dat het zonnepark maakt gebruik eigenlijk van de stekker, het stopcontact eigenlijk van op het net van AVB. Die had nog ruimte over. Er zijn natuurlijk capaciteitsproblemen op het net, maar dat speelde hier dus niet. Maar wat het meest bijzondere eigenlijk is, is dat dit zonnepark is er gekomen zonder dat er één bezwaar is gekomen uit de omgeving. We zijn eigenlijk in een vroegtijdig stadium de dialoog met de omgeving aangegaan, alvorens wij ook maar een enkele vergunning hebben aangevraagd. En we hebben een aantal informatieavonden belegd en hier in het dorpshuis in Buinenveen. En we hebben de omgeving uitgenodigd en hen laten meepraten over de bouwstenen ten aanzien van de landschappelijke inpassing, ten aanzien van participatie. Tijdens de bouw waren er natuurlijk heel veel werkzaamheden hier. Er zijn alleen al meer dan 4000 heipalen de grond in gegaan. Dus je kunt zich voorstellen dat dat ook wel wat impact heeft gegeven hier op de omgeving. En daarom hebben we mensen tijdens de bouw een aantal keer gevraagd om langs te komen. Dus uitgenodigd om het park en de bouw van het park te komen bekijken. En daar hebben in een verschillende groepen van 30, 40 man mensen gebruik van gemaakt. En die hebben een hele rondleiding gegeven over het park. Duidelijk geïnformeerd wat er allemaal gebeurt, waarom dit allemaal zo gebeurt en hoe het eindresultaat eruit komt te zien. En ik moet zeggen, mensen hebben dat echt gewaardeerd dat we dat hebben gedaan. Ja, Petra, kreeg die koning ook wat mee van de participatie daar? Ja, want na de ontmoeting in de tent ging hij spreken met omwonenden tijdens een wandeling die hij maakte over het park. Ja, maar je moet niet vergeten, Ben Timmermans van Avitech, dat bedrijf Nieuwbuin, dat zit natuurlijk ook gewoon hier. En veel mensen die daar werken, die wonen ook hier. Dus met het draagvlak van dit park zit het echt wel goed. Nou, en de koning die ging om 4:15 vertrok die weer. Goed, Petra, nou snel maar een plekje uit de wind opzoeken. Dankjewel. Bij de TT zijn eind volgende maand 11.500 Nederlandse toeschouwers per dag welkom. Dat is maar een vijfde deel van de normale kaartverkoop. En dus krijgt het circuit na de afgelasting van vorig jaar opnieuw een flinke financiële klap te verduren. Ja, vorig jaar hebben we een verlies geleden van 3 miljoen. En ook dit zal een verliesgevende productie worden. Kosten zijn hoog en je inkomsten zijn naar rato veel lager. Hoeveel deze corona-editie extra gaat kosten is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er 11.500 Nederlandse toeschouwers per dag op de TT welkom zijn. Dat is wel weinig. Dat vind ik wel jammer. Ja, overal in het buitenland gebeurt het ook al een beetje rustig open, alleen hier lopen we ver achter. Het is natuurlijk voor de coureurs niet zo leuk als aan de achterkant rijden en langs de dijk niemand zien zitten.
want de taluds blijven gesloten. Het publiek mag alleen op vaste tribuneplaatsen zitten met een onderlinge afstand van 1,5 meter. En hoogstwaarschijnlijk is een negatieve sneltest vereist. Vanaf vanmiddag 12 uur hebben trouwe bezoekers 2 weken de tijd om maximaal 4 kaartjes aan te schaffen. Deze trouwe fans hebben allemaal een persoonlijke mail van het circuit gekregen. De groep bezoekers die na de TT er meteen bij is om een kaart te kopen voor de TT een jaar daarna. De kaarten die mensen voor de TT van vorig jaar hebben aangeschaft, worden rechtstreeks doorgeschoven naar volgend jaar. Het publiek dat wel mag komen, wordt verdeeld over 7 tribunes die ook 7 gescheiden bubbels gaan vormen. Allemaal met hun eigen voorzieningen. Eigen parkeerterrein, eigen toevoerweg en eigen looproute naar de tribune toe. Voor de komende jaren moet in ieder geval de hand op de knip. Investeringsplannen voor onder meer de aanleg van amusementspleinen en het verbeteren van het wifi-netwerk ter waarde van 5 miljoen euro worden uitgesteld. Verwachten we eigenlijk steun van buitenaf, financieel? Dat zou zeer welkom zijn. Wij zullen samen met het TT-bestuur ons daar in het najaar ook op raden. En toch nog eens kijken of we ergens op een deur moeten kloppen. Het gaat ons om het veiligstellen van de TT en deze accommodatie. Is die in gevaar, die toekomst? Wij kunnen een stootje hebben, maar alles heeft natuurlijk een keer een grens. De 90ste TT is op zondag 27 juni. Een jubileum zonder glans. Ja, voor veel FCM-supporters voelde het vanochtend alsof ze ontwaakten uit een nachtmerrie. En het is toch echt zo. Na 3 seizoenen is de club gedegradeerd uit de eredivisie. En dat komt een dag na de pijnlijke klap nog hard aan in de stad. En waar het bij het stadion leeg en verlaten is, is het op de markt in Emmen wel druk. Hij vindt het jammer. Drenthe heeft nou niks meer. Maar ja, doe maar. Wat moet er doen? Volgend jaar zitten we erin. Een waardeloze uitslag. Maar Emmen had beter verdiend. Ja, maar het is niet anders. Ja, jammer dat ze niet door zijn, maar ja, het boeit mij zelf niet zo heel veel, het voetbal. Maar wel heel jammer. Ik vind wel dat FCM toch Emmen op de positieve manier op de kaart heeft gezet. De droom is werkelijkheid geworden, maar het is nu weer een nachtmerrie. Je moet nu weer van voren van beginnen. En van de markt is het een klein stukje naar het gemeentehuis, waar burgemeester en voetballiefhebber Erik van Oosterhout ook baalt van gisteravond. Ja, en eigenlijk tot de laatste seconde was het razend spannend. En eigenlijk had ik er tot de laatste seconde ook nog wel een goed gevoel over. Ik denk, dit komt wel goed. Maar helaas, aan de outfit van de burgemeester lag het in ieder geval niet. U heeft de stropdas nog om. Ja, zeker wel. Juist op zo'n dag houden we de das even om. Emmen verliest het eredivisie voetbal. Wat betekent dat dan voor de stad, voor de gemeente? Nou, 2 dingen. Het heeft iets te maken met het humeur. Je merkt het ook vandaag. Mensen toch wel in die zin, heel veel mensen die me even aanspreken. Ook zelf even van, ja, dat is toch heel jammer. Ja, en ten tweede, Emmen was natuurlijk een heel mooi vlaggenschip. Bijvoorbeeld ook voor bedrijven. Overal waar je kwam, kon het ook gaan over dat voetbalclubje. Dus dat heeft echt wel wat gedaan met Emmen. Ja, en dan is dat op deze dag als vandaag is dat toch wel wat jammer. En nu gaan we met elkaar de blik vooruit doen. Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar een hele goede kans maken om weer te gaan promoveren. En wat zou het niet mooi zijn dat we met elkaar hier weer staan. Niet om mij, maar om de spelers en vooral om die fantastische supporters. Ja, FCM verloor de wedstrijd van NAC na verlenging en strafschoppen. Bij mij in de studio staat verslaggever Niels Dijkhuizen. Ja, Niels, leuk of niet, zullen we toch nog maar even kijken naar die laatste penalties. Ja, die pijnlijke momenten. Het begon allemaal eigenlijk niet goed. Hè? In de 17e minuut al vroeg op achterstand. Emmen moest lang vechten tegen die achterstand. Kwam op gelijke hoogte, 10 minuten voor tijd. In de verlenging kansen genoeg, maar die gingen er niet in. En dus moesten het penalties de beslissing brengen. De eerste van Michael de Leeuw ging raak. Dat had iedereen wel verwacht. Ook Sidney van Hooijdonk scoort. Hij viel vlak voor de penalties in. En datzelfde gold voor Anko Jansen, ex-Emmen-speler. En dan is het de beurt aan Kazaja Veendorp. Hij wilde eigenlijk niet, maar hij werd overgehaald door zijn teamgenoten. Want er waren wat spelers bij FCM'en die echt niet wilden. En zelfs te geblesseerd waren om een penalty te nemen. Veendorp miste, maar gelukkig voor Emmen ook Malone. Het is gelijk, nog 1 penalty voor beide. En dan moet Peña. Nou, dat is over het algemeen een zekerheidje. Want Peña scoort altijd vanaf 11 meter. Maar Peña, de Peruaan, de ster die niet goed speelde gisteren, stuitte op doelman Olij van NAC. En dan mag de andere ster aan de andere kant, Mounir El Alouchi, het pleit beslechten. Schiet hij Emmen naar de keukenkampioendivisie exact 3 jaar na die geweldige promotie. En dat is echt exact, hè. 20 mei 2018. Nu, 20 mei 2021, is het gedaan. NAC naar de finale. Emmen moet een toontje lager.
Ja, blijft pijnlijk om te zien, vooral voor de fans lijkt mij. Ja. Volgend jaar niveau omlaag, sportief een drama, maar ik kan me voorstellen dat dat meer consequenties heeft. Ja, financieel zal het consequenties hebben. Nu gaat de begroting niet mega naar beneden, want ze hebben nog een beetje geluk dat ze delen in de tv-recettes van de Eredivisie. Dus zal het gat niet enorm zijn, maar goed, je moet wel duidelijk zijn dat er qua begroting wat gaat gebeuren. Hoeveel supporters blijven er komen? Hè? Dit seizoen was het stamvol, tenminste, qua seizoenkaarthouders. Hè? Ze mochten er niet in vanwege de coronaprobleen. Maar de vorige seizoenen in de Eredivisie was het stijf uitverkocht. Hoeveel van die mensen komen terug? Wat doen sponsors? Hoe zit het met de sponsorpakketten? Worden die gehalveerd? Wat moeten ze betalen? Ja, en welke sterren die we net zagen blijven bij Emmen? Precies, inderdaad. Burgemeester die richtte de blik al een beetje vooruit. Maar hoe zwaar gaat het worden voor FC Emmen om weer terug te keren in de Eredivisie? Ja, heel zwaar. Ze hebben er ontiegelijk lang op moeten wachten dat het een keer lukte. Toen lukte het als nummer 7 van de keukenkampioen-divisie. Zegt ook al veel, hè? Je moet eigenlijk eerst of tweede worden om direct te promoveren. En anders wacht weer een na-competitie. Nou goed, als Emmen de koppen bij elkaar weet te houden. Ik weet niet wat Lubbers gaat doen. Hij was nog een beetje voorzichtig in wat hij zei van ja, als we degraderen. Ik weet niet of ik de energie hou, maar ik denk wel dat hij blijft. Mocht er weer een aardig team komen, dan moeten ze snel doen. Want de competitie begint alweer in de tweede week van augustus. Ze zullen snel een goed team moeten formeren. Koppen bij elkaar houden. Hopen dat die supporters met z'n allen denken van dit willen we gewoon weer terug. En eigenlijk wil heel Drenthe dit ook wel weer terug. En ze hebben een leuk team, maar ze krijgen het moeilijk. Want er zijn echt gerenommeerde teams in de Jupiler League of in de keukenkampioendivisie. Want er zitten nog steeds clubs als Rode JC, NEC, ja. Rode JC, zei ik al, Almere City. Zijn gewoon grote clubs die er nog steeds zitten. Nou, eerst maar even bijkomen en dan weer vol aan de bak. Ja, zo is het. Uithuilen en opnieuw beginnen. Precies. Niels Dijkhuizen, dank je wel. Ja, na 9 jaar neemt Roger de Groot afscheid als burgemeester van De Wolde. En dat doet hij niet stilletjes, via de achterdeur. Inwoners van de gemeente kregen namelijk vandaag de gelegenheid om hem gedag te zeggen. Hij is gewoon open, goed benaderbaar. Nou, en dat vind ik als burgemeester een van de voorwaarden eigenlijk. Betrokken en hij echt betrokken bij de bevolking. Een toegankelijke man, een aardige man, een sympathieke man. Louter positieve woorden vandaag voor de Groot. De burgemeester deed een tour langs een aantal dorpskernen in de gemeente, waarbij inwoners afscheid van hem konden nemen. Dat was wel heel mooi. En misschien is dat dan wel weer voordeel bij nadeel. Een receptie kan niet. Normaal gesproken hebben ze een afscheidsreceptie. En eigenlijk ben ik niet zo van die hele lange rijen. Dan spreek je elkaar eigenlijk helemaal niet. En toen ik dacht van ja, hoe ga ik het dan doen? Denk ik, nou, dan ga ik toch naar de dorpen toe. En het mooie daarvan is dat je de mensen gewoon echt weer spreekt. Leuk man. Succes, hè? Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk dat jullie dit even doen. De Groot is 9 jaar burgemeester geweest van De Wolde. Hij verhuist naar de gemeente Noordoostpolder, waar hij ook eerste burger wordt. Ja, wat leuk. Ik heb heel veel kaartjes en mailtjes en appjes gehad van mensen die het jammer vonden dat ik wegga. Maar ook succes wensen in de Noordoostpolder, want ze snappen ook allemaal wel dat nou, een keer tijd is om weg te gaan. Is het een gemis voor De Wolde dat hij vertrekt? Tuurlijk niet, want er komt dadelijk weer een andere en die zal het zeker net zo goed doen. Dus en voor hem, na zoveel jaren, dan is het goed dat hij gewoon wat anders gaat doen, denk ik. Er zijn vast meer van zulke goede burgemeesters of leiders. En vult elkaar, niemand is onmisbaar, dus dat komt vast weer goed. Zo je achter mij zien kunt, bent wij dus even aan de struunt op de Smulde. En ik weet niet hoe het in andere plaatsen in Drenthe was, maar hier boest het. Met een knipoogje van de zonsmaaks. Ja, en dat boezige weer dat houdt vanavond en ook vannacht nog aan. Er stiet een vrij krachtige zuidenwind. Dan met koelt het ook niet heel erg af, een graad of 10. De avond en ook de nacht verlopen grotendeels droog en pas morgen vroeg begint het weer te sputten. En ook morgen is die straffe wind nog flink aanwezig. Hij draait van zuid naar west en daarmee neemt de kans op een bui ook toe. 'S Morgens wat meer, 's middags wordt ietsje droger. En we tikken morgen ook een thermisch dieptepunt aan met 13 graden. Dan kijken we nog even vooruit. Pinkster zondag wordt het ietsje droger. Er kan al van een klein buigje vallen, maar de droogere periode die hebben de overhand. En we krijgen misschien de zon ook nog wel even te zien. Na het weekend dan neemt de buiigheid weer toe. En dan blijft het voor de tijd van het jaar ontzettend koud met hooguit een graad of 14. Mooi weekend toewens en tot aan de week.
Robert, dankjewel. En daarmee zijn we aan het eind van deze Drenthe Nu. En het laatste Drenthe nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en op rtvdrenthe.nl. En daar leest u bijvoorbeeld het verhaal over longartsen die van Assen naar Groningen fietsen voor het goede doel. Voor nu een fijne avond, een goed weekend gewenst en graag tot morgen.